Hallo, ik ben Sybe van schoolkrant Redactie Jenaplan School Witte Vrouwen. Ik heb een paar vragen aan jou om te stellen. Het zijn er vier. Eerste vraag: welke leuke dingen gaan er gebeuren in de toekomst? Ja, nou, Sybe, dat is een goede vraag. En de toekomst is nogal breed, want het gaat natuurlijk over welk onderwerp je eigenlijk wil bespreken. Maar goed, dat maakt je dus niet uit. Ik zal er in ieder geval een paar noemen. Als we bijvoorbeeld even kijken naar als jij straks een auto koopt, je hebt je rijbewijs gehaald, dan gaan ze ook zeggen: nou, wilt u eigenlijk nog wel uw rijbewijs? Want in de toekomst, en dan heb je het over 10 jaar, 15 jaar, dan kun je ook gewoon prima rijden met auto's die zelf naar je toe komen, waar je in kunt stappen en waar je dan zeg maar overal heen kunt gaan. En dan, als we 20 jaar kijken, dan wordt het ook wat duurder als je zelf nog wil rijden. Want dan is dat veel duurder voor de verzekering. Want mensen kunnen gewoon eigenlijk over het algemeen niet zo ontzettend goed rijden. En daarom gaan er ook gewoon een miljoen mensen dood per jaar in het verkeer. Dus we gaan naar zelfrijdende auto's, die niet meer gaan parkeren in de stad. We gaan steeds meer auto's uit de stad. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon ook 25% meer ruimte hebt in de stad. Minder gewonden, minder ongelukken, minder doden. En eigenlijk dat we in plaats van 8 à 9 miljoen auto's, wat we nu in Nederland hebben, dat we dan nog maar 2 miljoen auto's nodig hebben. Want die auto's die staan niet 95% van de tijd geparkeerd. Maar die staan dan eigenlijk, die zijn dan gewoon meer aan het werk. En dan kunnen we met een kwart van de auto's kunnen we het prima doen. Dus dat is één ding wat ik leuk vind, zeg maar. De tweede plaats. Als we hebben wat is leuk in de toekomst, ja, de definitie van leuk is altijd interessant. Maar we zijn natuurlijk heel erg bezig met die energietransitie. We gaan naar de prijzen van energie. Als je het hebt over elektriciteit en over zonnepanelen en windmolens, die gaat stelselmatig gewoon naar beneden. En we zullen dus ook veel meer gaan naar elektrische auto's, maar ook dat je je huis verwarmt met elektriciteit. En dat de meeste mensen eigenlijk ook de elektriciteit zelf opwekken op hun huis. Dat heb je nu al gewoon, dat er 500.000 mensen zonnepanelen hebben, maar dat zal nog veel groter worden. En dan zul je eigenlijk gewoon zien dat, dat we veel minder benzine en olie en gas gaan gebruiken en veel meer elektriciteit. We gaan 2 keer zoveel elektriciteit gebruiken en we gaan daar veel zuiniger mee om. En dat is wel aardig voor het klimaat. En dan een derde, zal ik nog een derde voorbeeld nemen van healthcare. Ik ben zelf een digitale trendwatcher. We zullen veel meer informatie van ons lichaam krijgen, die bijvoorbeeld aan mijn mobiele, die nu al aan mijn watch wordt gegeven. Je bloeddruk kun je daarmee meten, je hartslag. En je wordt veel meer gewaarschuwd als er iets misgaat, in plaats dat als je merkt dat er iets misgaat, dat je naar een dokter gaat. En dan weet de dokter eigenlijk al veel meer wat er gebeurt. Dus we zullen een veel aangenamer leven hebben en de gezondheidszorg zal veel beter als dienstverlening worden gebracht. En veel minder dat je dan problemen moet hebben om naar de dokter te gaan, maar dat de dokter af en toe zegt: joh, je moet toch eens een keer iets aan je etensstijl doen, of je moet toch eens even wat meer bewegen, want het gaat niet goed met je gewicht, gaat niet goed met je bloeddruk. En dat je daardoor veel makkelijker, veel eerder, zeg maar, problemen tegenkomt. Dus dat zijn zomaar 3 voorbeelden. Oké. Nou, de tweede vraag. Waar staat die? Gaan er ook spannende of niet leuke dingen gebeuren in de toekomst? Kun je nog één keer herhalen voor mij? Gaan er ook spannende slash niet leuke dingen gebeuren in de toekomst? Ja, nou, er zijn natuurlijk ook weer een hele hoop dingen. Ik ga het even over die digitale dingen hebben. Wij raken steeds meer afhankelijk van, zeg maar, internet en mobiel en elektriciteit en dat soort zaken. Op het moment dat dat soort dingen stoppen, dan hebben we geen geld meer, dan hebben we geen verwarming meer, dan hebben we geen vervoer meer, dan hebben we eigenlijk helemaal niks meer. En je ziet dat de samenleving onvoorstelbaar afhankelijk wordt van al deze tools. En wat je ook wel eigenlijk ziet, is dat die nu wel in dat al deze tools, die digitale tools, die met je identiteit te maken hebben, met geld te maken hebben, met dingen opslaan en ook gewoon zorgen dat bijvoorbeeld zo'n zelfrijdende auto rijdt. Dat die van heel weinig bedrijven afhankelijk zijn. Dus we zijn afhankelijk van een aantal grote bedrijven. En die afhankelijkheid die zal ons nog wel eens een keer een probleem kunnen geven. We zijn ook gewoon bijvoorbeeld met elektrische auto's ook heel erg afhankelijk van China. En op het moment dat wij dan we hebben nou gezien dat we ruzie hebben met Rusland. En dat we dan heel veel problemen hebben met gas. Nou, dat gaan we met China gaan we dat ook bijvoorbeeld krijgen. Dat als we geen batterijen meer kunnen kopen, omdat we daarvan afhankelijk zijn. Dus het gaat meer. Het leven wordt op zich wordt het aangenamer en comfortabeler. Maar als het niet goed werkt, dan zijn we als samenleving zijn we wel behoorlijk in de problemen. Oké. Okay.
je getypt alles? Ja. Derde vraag. Wat zijn belangrijke en nieuwe gadgets voor in de toekomst die gaan komen? Nou, ja, we hebben nu wel een beetje gezien dat de mobiele telefoon, die wordt natuurlijk, die wordt nog wel beter, maar eigenlijk heel erg langzaam. De computer wordt ook eigenlijk beter, maar heel erg langzaam. De grootste veranderingen die we krijgen, is dat die gadgets eigenlijk wat slimmer gaan worden en dat die zich meer gaan aanpassen. Je vroeg net aan je leraar, heb je alles ingetypt? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk niet meer zo nodig, want de computers kunnen eigenlijk onszelf beter verstaan dan de mensen zelf. De spraakherkenning, hoe een computer, ik kan het nu gewoon eigenlijk, ik kan de computer aanzetten en die hele tekst die ik nu uitspreek, die kan gewoon meteen, zeg maar, worden uitgetypt. Maar niet alleen maar dat die kan worden uitgetypt, maar dat de computer ook steeds beter kan begrijpen wat je wil. Je ziet natuurlijk al met Google en met Siri, dat die jou een beetje verstaan, dat je kunt zeggen hoe laat is het, waar ga je heen. Maar dat soort opdrachten zullen steeds beter worden. En dat je zegt van, joh, wat deed ik nou eigenlijk vorige week? Of wat moet ik nou op mijn to-do zijn? En kun je me alvast even een voorstel doen van hoe mijn dag er morgen uit moet zijn? Dat je even mijn treinreizen rekent of dat ik even precies weet wanneer ik weg moet gaan. Die computer die gaat steeds, die computer of de telefoon of überhaupt het digitale apparaat gaat gewoon veel en veel slimmer worden. Dus het is niet zozeer dat je nou dat die telefoon nou veel slimmer wordt, maar die achterkant, hè, en dan heb je het over de cloud en de computerprogramma's die daar draaien, die kunnen steeds meer mensen begrijpen. En dan kun je ook op een gegeven moment zeggen, ja, ik heb een heleboel e-mails gestuurd. Wat zijn nou eigenlijk gewoon de mensen met wie ik het meeste communiceer? Met wie doe ik eigenlijk het meeste? En op een gegeven moment, ik ben dan heel oud, hè, ik ben 63 jaar. Als ik straks 83 ben, dan zit ik op een, dan moet ik overal mee geholpen worden. En dan heeft niemand eigenlijk zin meer om met mij te praten. Dan ben ik van overtuigd dat ik dan tegen een robot aan het praten ben. Die zegt van, hey, kun je me nog eens vertellen hoe jij eigenlijk de toekomst hebt voorspeld toen met die jongen op 18 november? En dan gaat hij allemaal vragen stellen waar ik helemaal gemotiveerd van word. Ik kan een goed gesprek hebben met de computer en die weet dan eigenlijk alles over mijn leven. En daar kan ik me dan echt heel erg plezierig bij voelen. Dus wat dat betreft, het is niet meer zo dat de telefoons veel groter worden en kleiner. Het is niet zo dat er iets anders komt dan een auto, maar dat die auto zelfrijdend is. Dat de telefoon begrijpt wat je eigenlijk bedoelt en ook zegt wat je moet doen en je overal veel intensiever bij helpt. Ik denk dat dat de grootste veranderingen zijn, in plaats van dat we weer een hele bak met nieuwe gadgets erbij krijgen die enorm belangrijk zijn. Ik bedoel, ik heb nu de afgelopen 10 jaar, wat is er nou eigenlijk bijgekomen? Ja, mijn Apple Watch. En dat heeft eigenlijk niet zo ontzettend veel betekend. Het is meer dat die dingen gewoon veel slimmer worden en belangrijker in mijn leven. Oké. Nou, dan denk ik nog de laatste vraag. Heb je zelf zin in de toekomst als jij misschien een tweede leven of zo krijgt? Ja, aardig, ja. Ik ben 63 en als ik nu kijk naar mijn zoon, die is zeg maar 16 en mijn dochter is 14... En als ik nou kijk wat ze voor een leven zij hebben, dan zeg ik nou, wauw, ik vind het er fantastisch uitzien. Je hebt zoveel mogelijkheden waar je heen kunt gaan, wat je kunt gaan doen, wat je kunt ontdekken. He, dus de wereld is groot, je kunt overal heen gaan. Er is heel veel flexibiliteit, je kunt overal over leren. En ik denk dat je ook veel meer vrijheid hebt. Je hebt ook veel meer vrijheid om te leren en vrijheid om heen te gaan. En ook bedrijven te starten en op een leuke manier bezig te zijn. Ik denk, ik vind dat het de toekomst er voor de jeugd heel erg leuk uitziet. En eigenlijk voor mij als oudere ook wel eigenlijk. Ik bedoel, ik denk dat ik een hele aangename oude dag ga krijgen. Waar ik heel veel leuke dingen kan doen met vrienden. En als ik nou mijn lichamelijk niet meer zo goed kan werken, nou, dan kan ik al mijn vrienden nog gewoon online zien. Dus ik denk dat er een heleboel positieve dingen te melden zijn. We worden steeds rijker. Er komen steeds minder mensen die arm zijn. We moeten wel zorgen dat we genoeg, dat we goed omgaan met de aarde. Dat we de energie, veel meer naar elektrisch gaan doen, zodat de aarde niet zo warm wordt. En dat we goed met het milieu omgaan. Maar ik ben heel positief eigenlijk gesteld over de toekomst. Ik hoop alleen niet. Er is iets raars. Dat het leven van mensen, ook in Nederland, wordt steeds beter. We hebben steeds betere huizen, we hebben steeds betere infrastructuur. Je kunt steeds meer op vakantie, je kunt er steeds leukere dingen doen.
En iedereen klaagt alleen maar. Iedereen klaagt over dat het eigenlijk dat dit minder is of dat minder. Of dat de politiek het niet goed doet. Of dat zus het niet goed doet. Maar eigenlijk objectief gezien gaat het geweldig met mensen. Hebben ze veel meer ruimte. En zijn de mensen ook over het algemeen heel blij met hun eigen leven. Maar ze klagen steen en been over de politiek. En alles wat er over het algemeen gebeurt. Nou ja, we hebben natuurlijk corona gehad. En daar gaan we dan. Dat is voor een heleboel mensen is dat heel erg geweest. Maar wij als een gemeenschap zijn daar heel goed mee omgegaan. We hebben een sterke maatschappij waar goed voor iedereen gezorgd wordt. En ik denk dat wel is dat op een of andere manier zijn mensen daar niet tevreden over. Wel over hun eigen leven, maar niet over de samenleving. En dan gaan ze ontzettend klagen. En dan heb je wel eens dat allerlei politici worden gekozen die zeggen van kies op mij, dan zijn al je problemen opgelost. En dat werkt dan meestal niet zo. Daar maak ik me nog wel een beetje bezorgd om. En het tweede waar ik nog een beetje bezorgd over maak, is dat het verschil tussen arm en rijk wel heel groot wordt. Iedereen in Nederland kan redelijk leven, maar het verschil tussen de rijke mensen en de arme mensen is alleen maar veel en veel groter geworden. En daar moeten we eigenlijk ook wat aan doen. En als we die twee problemen oplossen, dan ben ik heel positief over de toekomst. Nou, ik denk dat dat het was. Heel erg bedankt ook. En ja. Heel mooi. En wat ga je hier nou mee doen? Wij gaan hier nu... nu gaan we hiermee naar een heel artikel maken in de schoolkrant. En dan gaan we naar een drukkerij en dan, En ga je nu veel meer van dat soort mensen uitnodigen om dit soort verhalen te houden? Eigenlijk wel. We zijn ook naar het Evenwon gegaan. Dat, heel mooi. Dus hebben we ook al een interview met iemand anders gehad. En dat was best leuk. Cool, hè? Dat interview, dat was dus ook... Toen ik zo oud was als jij, ging ik dus gewoon zelf naar het Evaluon toe. En ging daar kijken naar alle dingen die daar over de toekomst te vinden waren. En dat was dus voor mij... En dat Evaluon is er nog steeds, weet je wel? Echt een prachtige flying vliegende schotel. En het is nog steeds een geweldig gebouw. Wat kun je daar nu tegenwoordig zien? Nu is er een VR-experience. Een soort van een tijdmachine. Ja. Met een VR-bril. Ik heb er zelf ook een. Super vet. Ja. Er is een soort van, een spelletjeshoek van spelletjes uit de toekomst, een soort van. Ja. Deepfake. Ja, deepfake foto's. Een soort van, met je foto. Ja. Bijvoorbeeld Mark Rutte of zo. Ja, dus je kon jezelf gewoon als Mark Rutte voordoen en dan kon je gewoon een verhaaltje houden en dan zei hij dat, zeg maar. Ja, dat kan inderdaad heel makkelijk. En daar zullen we ook ons trouwens wel tegen moeten wapenen, dat we niet meer weten of iets echt is of dat iets niet echt is. En dan moeten we daar ook weer wat van leren. Dat gaat ook nog een heleboel problemen oplossen, maar aan de andere kant ook een heleboel leuke dingen. Nou, mooi. Krijg ik nog een kopietje van de nieuwsbrief van de schoolkrant? Nou, ik denk het wel, als het ons gaat lukken. Ja, dat gaan we doen. Mooi. Dan, er is wel ook, we hebben wel een digitale versie, maar het is misschien ook leuk om de fysieke versie op te sturen. Nou, dat vind ik altijd leuk en dat vinden mijn kinderen ook leuk. Dus ik stuur je in ieder geval dit filmpje even op. Dat kun je dan ook nog even vermelden in de nieuwsbrief. Dan kunnen mensen ook nog naar het oorspronkelijke gesprek kijken. Want heel vaak heb je natuurlijk met media dat je een gesprek hebt en dan moet je heel veel uitselecteren. Dan kun je maar weinig opschrijven. Hè? Dan moet je 80% gooien sowieso weg. En als je nou gewoon het linkje in YouTube erbij zet, dan kun je gewoon, kunnen mensen dit filmpje nog bekijken als ze dat leuk vinden. Dus ik vond het in ieder geval heel leuk dat jullie dat als school dit doen. En leuk dat je leraar daar zo actief in bezig is. En dat jij daar zo zo'n prachtige schoolkant gaat maken. Ik zie ernaar uit. Bedankt. Okay. Bedankt hoor, voor je tijd. Doei. Graag gedaan, hè. Hoi. Bedankt. Tot ziens.